Vandaag wordt er in een speciale commissie van de Italiaanse Senaat besloten of Silvio Berlusconi nu definitief geschorst moet worden als senator. Het is een tweede stemming en het is hopen dat dit een definitieve is, maar dat weet je in Italië eigenlijk nooit. Hij wordt geschorst vanwege het feit dat hij door justitie al is veroordeeld vanwege belastingfraude en het creëren van zwart geldfondsen, waar weer allerlei andere processen overigens ook overlopen in Italië. Goed, is dit nou het definitieve einde van Berlusconi? Ja, woensdag verloor hij natuurlijk die stemming in feite. En hij koos wel voor het steunen van de regering Letta, maar dat was niet zijn aanvankelijke plan. En er kwam een breuk in zijn partij, waarvan een deel besloot om Letta sowieso te steunen. En toen koos ook Berlusconi eieren voor zijn geld en steunde ook Letta. Maar dat was natuurlijk niet zijn bedoeling, want hij had liever nu verkiezingen gehad. En dan was deze stemming vandaag ook eigenlijk wellicht helemaal niet meer mogelijk geweest. Want dan was het kabinet gevallen, dan zou de Kamer zijn ontbonden en dan zou dit helemaal niet kunnen vandaag. Zo gaat het dus niet. Die stemming komt er wel. En die splitsing in de partij van Berlusconi, die lijkt ook definitief. Hoewel, gisteren was er Lampedusa natuurlijk, die vreselijke ramp op het eiland daar onder Sicilië. En toen veranderde de boel een beetje, want je hoort nu even niets in de politiek over de ruzies die er zouden zijn binnen de partij van Berlusconi. Sterker nog, er zou misschien niet eens een breuk zijn. En dat zou dan betekenen dat Berlusconi zijn partij weer samen weet te krijgen. Zou dat dan betekenen dat Berlusconi zichzelf daarmee kan redden? Nou, dat is maar heel erg de vraag. Want deze stemming in de Senaat gaat gewoon door. En ook zijn straf die hij heeft gekregen, dat is zeker 1 jaar nu huisarrest of een taakstraf, die gaat half oktober in. En dan verdwijnt hij gewoon sowieso dus voor 1 jaar van het toneel. Het lijkt dit alles bij elkaar erop dat de dagen voor Berlusconi zijn geteld, dat zijn politieke carrière echt ten einde is. Maar ja, zeg bij Berlusconi nooit, nooit. De man heeft 7 levens en misschien wel 8, 9 of nog veel meer. En op een of andere manier zien we hem misschien toch wel weer terug.